gezond. Wilt een ieder zijn, want gezondheid is erg belangrijk. Dus COVID-19 lijkt Lee, Wano, Bruce Lee, maar om ons de corona free. Neem de regels in acht. Corona, neem ik grap. Dus COVID-ding, me kakba, want me sap dat. Iwang wa doro safe, om ik presiri. Angai brad, angai sa. Chiwang, biggie wang, corona. Ne desko akang, kiss ibri wang. Ko je pusrefi, kono do, dranga yesi. Ma COVID, COVID-19. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal. Strijdbaar en in het volle besef dat het ieder in ons land kan overkomen. Zo klinkt de zin zondag met het nieuwe coronabesmette Chandrika Prasad Santokhi, de president van de Republiek Suriname. Van ons en de totale Surinaamse gemeenschap de beste wensen voor een spoedig herstel. Volk van Suriname, vrienden, medewerkers, hier is Chan Santokhi. Uw president, en zoals u het bericht heeft kunnen volgen, ben ik vandaag getest geworden. En ik ben positief getest geworden op het COVID-virus. Dat wil zeggen dan dat je in quarantaine moet. En dat ben ik ook in een quarantaine, mijn eigen thuisquarantaine op Lelydorp, waar alles is aangepast. En voor de rest, mijn omgeving is ook getest. Ministers zijn ook getest. Gelukkig zien we daar nog geen resultaat van positief bevonden. Ook First Lady is getest. Zij is ook negatief bevonden. Dus zullen wij ook dit traject moeten afleggen, wat voor de president is uitgezet door het medisch team. En daarbinnen is het medisch team goed bezig door alle onderzoekingen te verrichten. Alle resultaten zijn tot nog toe binnen de vastgestelde normen. Dus wat dat betreft gaat het goed. Ik heb geen symptomen van ziekte op dit moment. Maar aan de andere kant zijn er protocollen die in acht moet nemen om besmettingen te voorkomen. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Als u dit ziet, geldt er voor heel Suriname een alcoholverbod in het openbaar. Ook voor de gezellige groepen voor supermarkten van Albina tot Bernadorp, van Atjoni tot Nieuw-Nikeri en Groningen-Saramaka. En het is nu zo dat maar één lid per gezin wordt toegelaten tot de winkel. Een lockdown is onder de huidige en hevige omstandigheden midden van een tweede golf van corona niet uitgesloten. En Rajesh Ori, epidemioloog en topman bij het BOG, vertelt u waarom. Januari is op dit moment, als we kijken naar het daggemiddelde van al die andere maanden, januari heeft het hoogste daggemiddelde tot op dit moment. Dus er zijn meer mensen die komen testen, maar dan nog zijn we niet tevreden. Want als we kijken naar de positivity rate, dat is boven de 20%. We moeten gaan naar beneden de 10%. Dat wil zeggen, als je positivity rate boven de 10% is, dat wil zeggen dat er meer mensen moeten komen testen, want er zijn meer mensen daarbuiten die positief zullen zijn. Als we kijken naar de verspreiding, de geografische verspreiding, we zeiden al in het begin dat Paramaribo een hot zone is. Het is nog steeds Paramaribo Noord. Maar we zien dat langzaam maar zeker dat alle andere soorten van Paramaribo cases hebben. Ook delen van Wanica. We zien in alle districten cases. Overal hebben we cases. Dat zeggen, het gaat verspreid worden. Want de beweging van mensen is ervan, zoals de mensen zich bewegen, precies zo ga je COVID krijgen. En dat zien we ook. We zien het ook in het binnenland, heb ik me laten vertellen dat ze vanaf december tot januari 25 cases hadden. Tot op dit moment zijn 21 daarvan nog actief. Dat is van het binnenland, dat is van de medische zending. Op dit moment is het zwaarder in die zin dat we sinds maart bezig zijn. U begrijpt, we zijn al maart bijna, het is al 10 maanden. We zijn sinds maart bezig om hetzelfde niveau te functioneren. Een heleboel hebben nog geen verlofdagen genomen. U begrijpt wat voor wissel dat trekt aan de gezondheidswerkers. Wat is gebeurd in de tweede golf, wat het verschil is, bij de eerste golf hebben we gezien dat de cases langzaam naar een piek zijn gegaan. Maar bij de tweede golf is het heel snel, binnen enkele dagen waren al boven de 80. Dat ook te maken heeft omdat we in december veel activiteiten hebben. Mensen waren vaker bij elkaar. En je ziet het resultaat. Veel sneller, die grafieken die ik heb getoond, zie je dat het veel steiler is verlopen. En het is zwaar voor iedereen.
Niet alleen voor zorg, ook voor biologie. We zijn de hele dag, elke dag bezig. Laat me beginnen door te zeggen dat vanaf de tweede week van december hebben we alarm geslagen. Hebben we gezien dat het aantal cases aan het toenemen zijn. We hebben toen op 3 tot 4 verschillende momenten de maatregelen aangescherpt. Daarna hebben we gemerkt dat we op een gegeven moment boven de 100 positief waren per dag. Nog steeds zijn we tussen de 100 en 80, bepaalde dagen 50, maar daarna zien we de volgende dag dat het weer omhoog gaat. De R is op dit moment op dicht bij de 1, wat wil zeggen dat het aantal cases dat we nu hebben stabiel blijven, maar het aantal is te hoog. De zorginstellingen, de ziekenhuizen, de IC's, allemaal raken vol. We weten niet hoe lang we dit gaan volhouden, want de cases, aantal positieven moeten gaan dalen en dat merken we niet. Je kan zeggen dat we eigenlijk een beter resultaat hadden verwacht. We hadden verwacht dat december is een feestmaand. Mensen gaan veel op straat, mensen willen feesten. Maar wat we merken als we nog gisteren zelf kijken, alles is druk, overal is druk en mensen blijven doorgaan met het feesten en die illegale feesten. Gisteren kreeg ik weer een melding van ergens. De politie moest 2 keer daar gaan, er was een feest. Zolang we deze activiteiten hebben, gaan die cijfers niet dalen. COVID heeft te maken van person to person. Om het te voorkomen moet je voorkomen dat vele mensen bij elkaar komen, mensen nauw contact met elkaar hebben. En daarom zijn die maatregelen, zodat er tijden zijn waarbij mensen niet of helemaal niet met anderen kunnen gaan bezoeken of gaan mengen, vandaar dat die lockdown er is. Maar we zien dat mensen zich niet storen daaraan. Het blijft maar een, gaat u 8 uur op de straat, er zijn nog zoveel auto's op straat. Als we zo doorgaan, gaan de ziekenhuizen aantallen niet aankunnen. We willen voorkomen dat we Italiaanse of Ecuadoriaanse situaties zien krijgen dat mensen in de rij staan voor de ziekenhuizen om beademd te worden. We moeten dat voorkomen. Vandaar dat de minister ook zaterdag heeft gezegd dat hoogstwaarschijnlijk we naar een total lockdown of weekend lockdown kunnen gaan. Als de maatregelen het beoogd effect niet hebben, gaan we dan andere maatregelen moeten treffen. Want wij moeten de personen die eigenlijk zich houden aan de regels beschermen. Want wat we zien, dat de personen die komen te overlijden, zijn hele oude mensen. Deze mensen gaan niet stappen s'avonds, maar ze raken besmet omdat een familielid, iemand is gaan stappen, is besmet geraakt, kwam thuis of gaat op bezoek en die raken besmet. En dat moeten we voorkomen, dat moeten die mensen gaan beschermen. Mensen van 1930, 1940, 1950, deze mensen komen te overlijden. En hoe moeten ze beschermen? Ten overvloede geeft dokter Ori van het BOG nog wat nadere uitleg hoe het zit met de quarantaineregeling voor politiemensen. Vanwege essentiële diensten, net als bij in ziekenhuizen andere essentiële diensten, hebben we geprobeerd om dat op een of andere manier in overleg met de leiding om de politieposten niet onbemand te laten. Maar nu merken we dat er weerstand is. Ik heb met de politiearts vanmorgen gesproken. We gaan voorlopig dan dat, vooral de bond is ook niet eens, dat we dat voorlopig gaan achterwege laten. Het schrijven komt niet van het BOG. Ik weet niet van waar het komt, maar het is niet van ons, maar het BOG is ook genoemd erin. We doen dit voor verschillende diensten. Er zijn essentiële diensten die je niet, je kan de politiepost niet helemaal onbemand laten. Wel, een heleboel politieagenten geven aan dat ze in contact zijn geweest. We proberen op een bepaalde manier dat zo te ordenen dat tenminste politieagenten aanwezig zijn op de posten. Maar als dat niet in goede aarde is gevallen bij de politieagenten en de bond, we zijn daarvan afgestapt. Iedereen gaat dan in 10 dagen quarantaine. Zolang al die actoren niet eens zijn, want wij kunnen dingen niet gaan opdringen. Wij willen assisteren. Ons is gevraagd om hoe kunnen we dat opvangen. Want politieposten sluiten. Op dit moment zouden dan zeker 3 grote politieposten gesloten moeten zijn. En veiligheid is ook essentieel. We hebben geprobeerd, maar als er weerstand is, dan wij kunnen dat niet doen. We kunnen mensen niet gaan opleggen, je moet dit doen, dat doen. Het was in gemeen overleg, maar nu zien we dat men niet eens is. De politiearts gaat met de verschillende stakeholders daarin gaan zitten en proberen tot de overeenstemming te komen. Ik hoop dat het lukt en als het niet lukt, dan gaan we ze gewoon 10 dagen in quarantaine zetten. Geef als het moet vroege COVID-19 klachten door aan het BOG via 178. Vroeger hadden we veel meer klachten, maar we hebben niet zoveel klachten. We gaan ze halen. We proberen voor 12 uur iedereen op te halen. We hebben meer voertuigen ingezet. We proberen ook in de ochtend personen op te halen, zo waardoor kijk, we hebben eerder mensen om 2 uur in de ochtend, 3 uur nog te opgehaald. We proberen dat makkelijker te maken. Het is wel een beetje moeilijker nu, want benzine, het kost ons een heleboel. Want
Een heleboel ambulances waarvan we gebruik maakten van de RGD zijn stuk gereden. Zijn echt letterlijk kapot gereden. Waardoor wij nu nog verder moeten gaan om patiënten op te halen. Als je 100 man moet ophalen in de avond, u begrijpt wat dat betekent. Het is heel veel werk, maar we zijn er. We halen iedereen op en we zetten ze in isolatie. De vaccinatie tegen COVID-19 is op komst. Dus blijf u op scherp. Als ik in aanmerking moet komen, ik ben niet in de risicogroepen. Maar vaccinaties hebben we net bewezen in de wereld. Een heleboel kinderziekten hebben we ook kunnen eigenlijk elimineren door vaccinaties. Dus als mij wordt gevraagd als je wil, ik wil liever vandaag dan morgen. Ik wil direct gevaccineerd worden. Maar ik hoor niet tot de risicogroepen. Ik neem aan omdat het vaccin niet gaat in grote getallen direct komen. Omdat er een heel grote vraag is op de wereld. Alle landen struggelen nu om genoeg vaccin te hebben. Als die er is, wij gaan alleen werken met vaccins die zijn goedgekeurd door de WHO. En als die er zijn, als er genoeg vaccins zijn, iedereen moet gevaccineerd worden. Zeker ja. Ga zeker gevaccineerd willen worden. Dr. Ori neemt tot besluit nog even alle fabels en andere verhalen die over het COVID-19 vaccin de ronde doen, even weg. Wat ik wil zeggen, er zijn altijd doemdenkers die met allerlei verhalen komen. In Amerika heb je een bepaalde beweging, ik wil het niet noemen, die tegen vaccinaties is. We hebben gezien in 2019 een heel grote uitbraak van mazelen onder die groep. Ze vinden dat vaccins, is een bepaalde groep, die vinden dat vaccins zijn gemaakt om hun uit te moorden. Maar ze hebben een grote uitbraak gehad. Mazelen bij ouderen niet zo ernstig, maar bij kinderen kan het heel ernstig verlopen tot de dood zelf. En dat is om aan te geven wat vaccins doen, vaccinaties doen. Vaccinatie is erg belangrijk. Kijk, gele koorts onder controle, heeft te maken met vaccinatie. Malaria kan nog niet. Malaria, er is geen malaria-vaccin. Maar gele koorts. Er zijn weinig landen waar je uitbraken nu krijgt. Er zijn wel hoor. Dat je uitbraken krijgt omdat wat gebeurt, omdat ze jarenlang gele koorts hebben gehad. En dan gaat vaccineert men niet zoveel meer. Maar het nut van vaccin is niet ter discussie. Voor ieder weten dat het een bijzondere bijdrage heeft geleverd in de gezondheidszorg. Ik ben serieus. Corona neem ik grap. Corona neem play. Is geen grap, hè? Je wist het niet. Coronavirus is echt waar. Indien je je niet goed voelt, zet je mondkapje op. En bel de hotline. 178. Blijf thuis. Tana also. Be safe and stay at home. Denk aan je kinderen. Denk aan jezelf. Let op je hygiëne. En aan je familieleden. Houd 2 meter afstand en was je handen. Blijf thuis. Ik kan het. Jij is goed. Doe het. Coronavirus bestrijden. Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 Journaal. Zoals u weet, kent COVID geen mensen. Het kan iedereen pakken, zelfs onze president. En van deze kant uit nogmaals een spoedig herstel. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.